Ik ben naar de kapper geweest. Ik heb er alleen niks in gedaan en ik kom net uit de douche, dus het zit alsnog lelijk. We gaan vandaag kijken naar First Dates. Ik wil daar eigenlijk mee wachten tot Valentijnsdag, want dan is er altijd zo'n BNR-editie. Dat was vorige keer ook zo'n succes. Yvonne Kolderweijer is naast presentatrice. Maar goed, ik ga niet wachten, want ik zag namelijk gisteren op TikTok een fragment. En toen kreeg ik er ook nog eens een DM over en ik mis First Dates. Dus ik ben overtuigd. We gaan vandaag kijken naar First Dates. De vrolijke Rahima zet zichzelf graag in de spotlights. En terecht. She looks amazing. Beetje begrafenisvibe. Wat is er met mijn haar? Ik ben vaak op mijn telefoon en dan maak ik gewoon random foto's. Plaats ik ook heel veel op Insta en zo. En dan plaats ik het overal eigenlijk. Niet alleen op Insta. Iedereen zegt ook van je plaatst op WhatsApp, op Snap. Op WhatsApp? Gefeliciteerd Rahima. Je bent 's werelds eerste persoon die gebruik maakt van WhatsApp Stories. Overal een beetje. Oh, en modellen vind ik ook heel leuk om te doen. Ik ben wel kort. Shame. Niet van die Instagram modellen, maar echt van die catwalk. Oh, modellenwerk. Oh, ja. Ik ben wel kort, dus ik moet zeg maar me inschrijven voor petite modellen en zo. Daar zat ik wel een tijdje mee eigenlijk. Maar dat betekent niet dat ik ga opgeven. Let's go! Nooit opgeven. Misschien, hè? Goeie nog. Nee. Oh nee, ze doet petite modellen. Dat ken ik helemaal niet. Kleine modellen dienen niet kleiner te zijn dan 1,45 en niet langer dan 1,70. Zie je? Ah, huh? Maar wacht. Wat is de lengte dan van? Je moet minimaal tussen 1,74 en 1,82. Oké, dus eigenlijk fuck vrouwen die model willen worden tussen de 1,70 en 1,74. Of vreet heel veel. Dan kan je plus size model worden. Hallo. Hallo. Rahima. Rahima, ja. Je bent binnen. Yes. Dat vind je net. Als je bedoelt de nieuwe setting. Kijk hoe mooi. Ze hebben het First Date restaurant verbouwd. Het lijkt wel een soort spa. Vooral in combinatie met haar outfit. Ze lijkt gewoon op iemand die daar massages geeft. Ja, ik ben wel best wel dingen. Zeg maar, wie is mijn date? Ja, nou dat vraag ik me dus ook af. Ja. We gaan. Wow, wat? Jij werkt hier. Wat bedoel je? Vraag ik me. Ja, dat vraag ik me dus ook af. Ik heb iedereen gevraagd van de set. Ik heb rondgebeld. NPO 3 baas gemaild. We hebben geen idee wie je date is. En we hopen dat jij ook niet kwam opdagen. We gaan erachter komen. Duurt niet lang meer. Ik heb echt nooit een relatie gehad. Nee. Ik heb wel met jongens gedate en zo. Maar ik ben ook iemand, dan date ik iemand. En daarna denk ik van, ja, ik laat het gewoon, zeg maar. Omdat ik toch bang ben over het stukje vertrouwen. En dat band met iemand te krijgen. Same. Girl, same. De enige manier voor mij is om direct verliefd te zijn op iemand. Gewoon binnen een uur. Gewoon dat ik zo snel verblind ben door liefde dat ik ook niet meer kan nadenken. Op het moment dat ik ga nadenken, dan ga ik iets vinden. Ik zweer, dan denk ik opeens, ze gaat mijn schoenen jatten of zo. Weet je wel, daarom gaat ze met me om. Ik heb kaalgoed in mijn bos. Waar kan ik die weggooien? Onder de tafel. Gewoon gelijk al dat set verneuken. Ah joh, boeien. Ik hoorde toch dat jullie het hele restaurant gaan verbouwen. Dus kan mijn kaalgoed toch wel. Het is al verbouwd? Serieus? Hallo. Hoi. Ik kan het zo even aan Victor geven. Cadeau. Hij gaat me haten. Gaat goed? Ga maar even lekker zitten. Je hoort het straks op een rijtje. Ik heb een kaal genoemd, man. Ze zei dat ik als cadeau dat aan jou moet geven. Hier. Voor jou een viltje. Kun je het indoen en dan val je het viltje gewoon dubbel. Gooi ik hem weg voor je. Nou, als cadeau dat had je zelf verzonnen. Nee, Victor. Ik ben net verplicht om een cadeautje aan jou te geven. En je houdt van gebruikt kauwgom of zo. Ik ben nooit verliefd geweest. Nee, nooit verliefd geweest. Nee. Ik weet niet hoe het voelt eigenlijk om verliefd te zijn, volgens mij. Nee. Het voelt alsof je hart warmer bloed pompt. In combinatie met het gevoel dat je emoties steunen op iemand anders pilaar. Waardoor het gewicht van het leven veel lichter voelt. In ruil daarvoor heb jij niet de enige controle over je eigen geluk. Ik noem het fantastische angst. Zo, veel mensen zie ik. Zie ik mijn date ook al? Nee, zit er nog niet tussen. Niet? Nee. Oké. Okay. Hoezo, zie je er een die jij uit wil kiezen? Nee. Oké. Okay. Daarom. Zo, er is eentje aan het flirten met Victor. Dat is ook helemaal niet zo grappig. Ze ging helemaal stuk. Ah, nee, ik zie niemand. Of nou ja, niemand. Ik wil wel jou uitkiezen, mag wat? Nee, ik krijg thuis. Hoezo ken ik vrouwen zo goed? Waarom ben ik nog single? Waarom? Ik zweer, dan denk ik opeens, ze gaat mijn schoenen jatten of zo. Weet je wel, daarom gaat ze met me om. Nee, ik krijg thuis problemen mee. Alles wat knap is, vind ik gewoon goed. Maar
Ja, ik zou wel van die gedachte afstappen. Want ben je straks 25 en ben je alleen nog maar aan het kijken naar iemand anders date. Wat ik wel het belangrijkste vind, is iemand die er verzorgd uitziet. Gewoon netjes eruit ziet. Wel een mooie glimlach en mooie ogen heeft. En ja, toch wel naar donker haar. Nou, kom er maar in, Jay. Dit is passie voor Nassi. Yo, wat? Oké. Dit is passie voor Nassi. Hi, dit is mijn passie voor Bassie. Oké. Hi, dit is mijn opwinding voor deze uitvinding. Hi, dit is mijn love voor Daf. Oké, sorry voor dat. Goed. Hij heeft wel donker haar. Hij ziet er verzorgd uit. En hij heeft... Passie voor Nassi. Hij kent de weg naar het hart van een vrouw als geen ander. Voor mijn date heb ik een bak Nassi meegenomen. Omdat ik passie heb voor Nassi. Ah, oh, lekker. Ik hou van koken. Nassi is mijn lievelingseten. Ik maak graag Nassi. En liefde gaat door de maag, vandaar dat ik een bak Nassi voor heb meegenomen. Oké, je hebt me overtuigd. Maar goed, gaat hij ook precies dit dan zeggen tegen haar? Want je kan niet deze bak Nassi aan haar geven zonder uitleg. Want ja, dat is gewoon raar. Hallo. Goedenavond. Wat heb jij nou voor bijzonders in je hand? Eten? Nassi voor de... Ik snap haar reactie. Je hebt eten en je hebt een date in een restaurant. Je kan je gewoon eten bestellen. Nassi voor de verandering. Ik proef mijn oma's handen erin. Ik straal gewoon nu zelfs als ik het over Nassi heb. Dan geniet ik gewoon echt van eten van Nassi. Kippen bij zoetzuur. What the fuck is er mee? Waarom heeft hij zulke moedwisselingen? Check dit, helemaal vrolijk over dat hij de handen van zijn oma proef. Helemaal vrolijk over praten over Nassi. Oh, depressief. Nassi, ja, dan proef ik echt mijn oma's handen erin. Het is wel het goorste lichaamsdeel van een mens. Maar ik heb echt een passie voor Nassi. Ga lekker zitten. Dus je deed toch? Ja. Hey, hi, Jay. Rahima. Ik heb wel lekkers voor je meegenomen. Voor mij? Wat anders dan bloemen, toch? Ja, ik weet Nassi. Niet. Ja, echt heel lekker hoor. Dankjewel. Nee. Yo, doe je hele verhaal erbij. Doe je hele Nassi met Nassi. Of wat was het? Leg uit waarom jij Nassi hebt gegeven. Nu heb je er gewoon Nassi gegeven. Nu lijkt het alsof je voor een bloemist stond en dat je dacht... Ah, nee, dat is de standaard. En het eerstvolgende wat je tegenkwam was een rotti shop. Dat je gewoon liefde in iets stopt om aan iemand te geven die je niet kent. Die je nog nooit hebt gezien. Zo ben ik. Dit is moeite. Hij heeft moeite gedaan. Ik ben anderhalf uur mee bezig geweest. Ja? Met liefde? Oké. Ik wist niet dat hij het zelf had gemaakt. Dat is een ander verhaal, dat is fucking lief. Nu hij het zelf heeft gemaakt, vind ik het wel nog raarder dat in die Nassi de handen van zijn oma te proeven zijn. Gelijk gewoon, je ziet gewoon goede energie. Hoe ben je hier gekomen eigenlijk? Trein. Met de trein? Welke trein? Ik moest nog een boot pakken of zo. Waar kom je vandaan? Den Haag. Rotterdam. Southside. Ik kom uit Southside, staat hier ook in mijn nek. En ook, is dit Illuminati, serieus? Ja, hoe oud ben je eigenlijk? Wat denk je? Oké, 24. Nee. Ouder of jonger? Ouder. Echt? Jij liegt, 29. Ook niet, jonger. Ouder. 28. Ja. Oké, prima toch? Lijkt niet, hè? Nee. Toen ik 17 was, dacht ik, dadelijk ben ik 18, heb ik een baard. Ik dacht echt dat op een gegeven moment heb ik nog steeds geen baard. Dus toen ik 17 was, dat is 10 jaar geleden. Nee, 11 jaar geleden. Yo, check dit. Zij lacht met de neusvleugels. Dat is heel cute. Ik wist alleen niet dat dit in het echt ook echt gebeurt. Ik dacht dat het iets van cartoons was. Zij vliegt gewoon straks weg. Ik zie. Volgens mij zijn wij echt de luidste hier, hè? Jij. Ja, ik, ja. Jij. Wat is je favoriete gerecht? Nassi. Passie voor Nassi. Ik denk dat hij nu dus gaat uitleggen waarom hij haar net een bak met Nassi gaf. Moet je nog een nectarine? Nee, eet maar. Nee, boeien. Sushi vind ik ook lekker. Wow, praat niet op. Wow. Hij zei sushi, hoorde je dat? Ook. Moet je nog een nectarine? Nee, eet maar. Nee, boeien. Sushi vind ik ook lekker. Ik heb in een sushizaak gewerkt en ben nu overgestapt. Oké. Hij heeft in een sushizaak gewerkt, dus het was sushi. En hij is nu overgestapt naar een Nassi-zaak. En nu is het Nassi. Ik ben nu overgestapt, nu renoveer ik badkamers. Yo, what the fuck? Hij heeft het net toch 7 minuten over Nassi gehad, of ligt het nou aan mij? Passie voor Nassi, een bak Nassi. Passie heb voor Nassi. Nassi is mijn lievelingseten, ik maak graag Nassi. Ik heb bak Nassi voor Nassi. Het over Nassi heb, Nassi in je mond. Hij bracht haar letterlijk Nassi. Ik heb een nieuwe woning. Ga je me niet komen helpen om me? Heb gespaard. Huh? Heb gespaard. Ja. Nee. Kost wel geld. Niks is gratis.
Sorry. Oké, ik stop te veel, maar lacht hij hier nou of helpt hij? Niks is gratis. Fucking inflatie. Weet je wat mijn zakken vol dadelijk. Ik weet niet wat dit is. Spannend is dat, hè? Huh? Heel eng, als je het niet kent. Ja. Heb je dat geprobeerd? Nou, ik heb net die dingen wel geprobeerd van hem. En wat vond je daarvan? Het was best wel oké, het was niet slecht. Het was niet slecht, hè? Dat is niet, toch geen antwoord? Ik weet, niet ja, slecht. Vind het lekker of je vindt het lekker? Ja. Ik kan geen complimenten geven met ja, het was niet slecht. Inderdaad. Hey, goed nieuws, chef. Hey, weet je nog tafel 4? Vonden ze niet slecht. Nice. En ze hadden ook fooi. 1,75. Fucking inflatie. Ga je het nu toch een hapje proberen? Wacht, voor jou zeg maar. Alleen voor mij is goed. En dan doe nog ook een stukje van die toast erbij dan. Op van de deze voor. Erbij? Ja, die moeten erbij. Oké, wacht even, 2 seconden. Kijk, dat is focaccia toast. En mozzarella ben je nu aan het eten. Oh, wauw, het liefst een mozzarella. Ik kan me zeggen wat ze in de mond gaan stoppen op het moment dat het al in de mond zit. Ja, eet maar. Ja, nee, gewoon 1 hapje. Ja, verder. Ja, dat is kattenscheid. Ik wil wel mijn diploma halen. Waarom? Ja, mijn mama was overleden toen ik 14 was. Dus best wel op een jonge leeftijd heb ik mijn mama verloren. Dus nu wil ik deze diploma halen, social work. En als ik ga naar mijn droom, dan is het echt acteren en zo, weet je wel? Ja. Oh, wat een cute. Het gaat je lukken ook. Dit is nou echt een leuke vrouw. Iedereen heeft een... Rijma, zo iemand nodig in zijn leven. Maar dan met een makkelijkere naam. Ja, ik mijn moeder is ook overleden. Ja? 5 jaar geleden. Hoe oud was jij? Sorry, ik was 24. Mijn moeder is 42 geworden. Alle dingen die wij meemaken, negatieve dingen vooral, maakt je, kijk ook positief hoor, maar negatieve dingen vooral maakt jou sterker als persoon. Nare dingen maakt hem sterker. En kijk hoe goed ze erover praten. Ze hebben echt een goed moment, hè? Wat kan dit nog verneuken? Oh. Wacht, mag ik opnemen? Vind je dat erg? Ze gaat ook echt opnemen. Kijk, dit is de slechtste timing ooit. Moet jij weten als je wil opnemen. Oh, wacht, zij kan wel ophalen. Hallo? Ja, is goed. Dan zie ik je zo, ja? Deze guy baalt nu, jongen. Zij zegt, degene die belt, die komt mij ophalen. Hij ziet gelijk zijn kans op seks, ziet hij helemaal voorbij vliegen. Hij is nu aan het nadenken over hoe hij de rekening gaat splitten. Nee, maak ik uit. Hoe laat ben je hier dan? Maar dat is prima. Waarom belt zij als een Turkse vader? Gewoon zo. Wat nog beter is, zijn die Turkse vaders die dan dit doen. Hallo? Ja, spreek je mee? Gewoon de hele tijd wisselen. Weet je wat het is? Anders, nee, sorry hoor. Anders moet ik terug. Ik probeerde haar in het toilet te bellen, maar het lukte niet. Ze nam net niet op. Weet je wat het is? Dat snap ik dat ze bij jou niet opnemen. Zeg. Nee, zij komt mij zo ophalen, want anders moet ik weer met die boot mee of zo, weet je wel? Oké, nee. Dit is pas grappig als je begrijpt welke boot ze heeft genomen. Hier zo zit ergens het First Dates restaurant en hier zo is het treinstation. Alleen dit stukje moet met de boot. En dat duurt 1 minuut. Zij denkt dat ze gewoon met die boot terug naar Den Haag gaat. Gewoon aanmeren bij Scheveningen. Ik vind dat degene die het minst heeft vergeten de rekening moet betalen. Oké, nou dan hoor ik ook, ja, voor de Wow, wat? Dat is echt precies niet de regel, toch? Het is toch altijd wie veel meer heeft besteld die betaalt de rekening? Of... Ja, 2022. Ga jij betalen? Ik vind het niet zo erg. Nee, top. Ik vind het wel een goeie. Ja, betaal jij. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Nee, jij mag eerst. Ik vond het hartstikke gezellig. Dat zeker. Ik heb genoten. Ja. Ben vrolijk. Nou, dat is alles wat je nodig hebt. Wat heb je nog meer nodig? Maar ik mis alleen een romantische klik. Ah, ja, dat is waar. Ja, dat heb je nog meer. Ah, kut. Nou, toen nam zij de Nassie mee. Ik vond dit echt zo'n leuke date. Thanks voor de DM.